ik ben Wil Oosendarp, directeur van Powershop Nederland. We bestaan sinds augustus 1995. We hebben een bedrijf van 19 man. We doen tijdelijke stroomvoorzieningen op onder andere Lowlands, Pinkpop. Eigenlijk alle grote evenementen in Nederland. Voor de rest onder andere in het buitenland, André Rieu in Australië. Maar ook heel veel evenementen in de gemeente Raalte, laten we het zo zeggen. Want het is niet alleen maar in Raalte, maar eigenlijk in de hele gemeente Raalte. Onder andere Broekland, de koude en de warme kermis, Liel Hill. Noem eigenlijk alle evenementen maar op die hier in de gemeente georganiseerd worden. En wij proberen op een of andere manier dat toch wel tot een goed einde te brengen en veel te sponsoren. En zoals iedereen weet, stroom is natuurlijk de levensader van ieder evenement. Zonder onze stroom zou de Stoppelhanen onder andere niet doorgaan. Ik ben Ruud Marsman en samen met mijn vader Willy runnen wij Starlight in Heino. Voor winkeliersverenigingen monteren wij kerstverlichting in winkelstraten. Naast het monteren kijken wij de verlichting na en we zorgen voor de opslag in ons magazijn in Heino. Wij doen dit bijvoorbeeld in Raalte, maar ook Deventer en Zwolle. En zelfs de Dam in Amsterdam is voorzien van onze verlichting. Een andere bekende klant van ons is Huis de Duin in Noordwijk. Daar komt ieder jaar een kerstboom van 15 meter hoog te staan die voor ons, door ons wordt opgebouwd en voorzien van duizenden kleine lampjes. In de 25 jaar dat we bezig zijn is er een hoop veranderd. De belangrijkste is misschien wel dat we sinds 10 jaar met LED-verlichting bezig zijn. Sinds 5 jaar passen we zelfs geen gloeilampje meer toe in onze kerstverlichting. U treft ons net in de vakantie, maar normaal gesproken zijn er bij ons 14 mensen het hele jaar actief met kerstverlichting. Vanaf september tot en met half februari bouwt dit zelfs uit naar 40 mensen, die in 10 teams in heel Nederland onderweg zijn om overal de kerstverlichting te monteren en te onderhouden. We zijn als klein bedrijf heel trots dat wij heel Nederland van kerstverlichting mogen voorzien. Maar kijken natuurlijk ook in de buurt. Zo hangen wij de verlichting op in Raalte, wat ik al gezegd had. Maar gaan wij ook dit jaar Heino en Heten van nieuwe verlichting voorzien. Ik wens bij deze vast deze plaatsen allemaal een sfeervolle kerstdagen. Mijn naam is Robert Fakkert, eigenaar van Fakkert Diervoeders. Ik ben de vijfde generatie Fakkert die leiding mag geven aan het bedrijf. En ook de zesde generatie werkt alweer volop mee. Ons bedrijf is gelegen aan de N35, ter hoogte van de Ganzenpan. En samen met mijn 10 medewerkers zetten we het werk rond hier op ons bedrijf. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen diervoeders. En met het thema met respect voor mens, dier en milieu. Wij maken maatwerkvoeders speciaal voor de klant, dus elke boer zijn eigen voer. We zijn een van de weinige producenten van biologische diervoeders in Nederland en daar zijn we echt specialist in geworden. Daarnaast zijn we als enigste bedrijf in de gemeente Raalte die het predicaat hofleverancier mogen voeren. Een erkenning voor 150 jaar Fakkert. En voor een onberispelijk gedrag als bedrijf zijnde en natuurlijk als persoon zijnde ook. Maar ook de maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving voor Heino heeft bijgedragen aan het predicaat. We hebben natuurlijk een fanatiek jong team die achter me staat. En samen gaan we ervoor om de toekomst verder uit te breiden.
zijn als bedrijf ook super trots op de nominatie van de Roya Raalte Onderneming van het Jaar. Dat we door collega's zijn genomineerd, daar zijn we super trots op.